6 TV. De nieuwe Audi A4 of topscorers voor veiligheid. Dan zijn dat woorden van journalisten. Daar bij Lindsay. Lindsay, vanavond is de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4. Mm-hmm. Ben je thuis in deze wagen? Ja, ik ben eigenlijk wel een autofreak. Ik vind dat wel tof om een mooie auto te hebben. En ja, ik moet toegeven dat mijn vriend toch wel een Audi-freak is. En hij is aan het overwegen om, ja, om toch wel een Audi aan te kopen. Bij Christophe. Christophe, eerst heel kort, voor jou een heel drukke periode, hè? Kerstperiode. Ja, het is een mega drukke periode. Net het boek uit, net het kerstalbum uit. En we zijn nu volop bezig met het album dat gaat uitkomen in Duitsland. Dus ja, het zijn drukke tijden. En toch nog eventjes tijd voor naar een persvoorstelling te komen kijken van de nieuwe Audi A4. Ja. Van waar de liefde voor deze wagen? Weet je, de Duitse auto's, dat is altijd, ik heb daar altijd wel een boontje voor. Hè. En ik ben helemaal weg van de A3 Cabrio, die vind ik heel heel mooi. En een A5 vind ik ook mooi, dus ik wou wel eens zien wat een nieuwe A4 te bieden heeft. Hij is net voorgesteld, je bent net gaan kijken. Graag een korte reactie, wat vind je van deze mooie wagen? Maar ja, ik rij zelf met Mercedes, maar ik vind dat Audi altijd zo net een stapje voor is. En ja, toch qua design, qua alles eigenlijk. Die zijn zo net altijd een stapje voor. Dankjewel voor deze mooie woorden. Christophe. Ik ben eens gaan kijken, ja. Ik vind een zeer mooie wagen. Ik moet zeggen, ja, ik ga toch niet veranderen. Hè. Ik ben eigenlijk heel blij met mijn wagen. Ik rij met een Hyundai i40. Even goed, hè. Ik ben daar zeer, zeer blij mee. Zolang dat al mijn instrumenten erin kunnen en dat ik veilig her en der in Vlaanderen terechtkom, is het goed voor mij. Ja. Oh, ik denk dat Audi, als ik dat goed herinner van in mijn cursussen communicatie, dat Audi, net zoals Mercedes en Volvo misschien, dat zo de merken zijn die vertrouwen opwekken bij mensen. En zeker in deze tijden is dat wel belangrijk om vertrouwen te hebben. Maar neemt niet weg dat eigenlijk ook Aziatische wagens bijvoorbeeld het zeer goed doen. En, dus ja, het is een beetje met een dubbel gevoel dat ik hier sta, want ik rij heel graag met mijn Hyundai. Maar jij was erbij vanavond. Ja, het is de moeite waard, hoor. Het is de moeite waard. Hier bij Koen Krukke, vanavond is de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4 hier in Wilrijk, bovenste steenweg. Voor jou was dat een lange autorit, maar was het de moeite waard? Het was de moeite waard. Ik vind het een hele schone en elegante auto. Ik heb er daar net ook in gezeten. Je zit comfortabel. En moet eerlijk zeggen, ik vind het een heel mooie auto. Laat de Bouw en Vic de Wachter. Ja. Jullie hebben vanavond net komen kijken naar de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4. Graag een korte reactie. Hele mooie wagen. Ik had er eens graag mee gereden, maar dat zal niet voor nu zijn. Maar voor mij is hem een beetje naar de grote kant. Ja. Ik heb liever een auto die een beetje minder groot is. Ja. Vic. Ik heb nog wel een smal straatje ook om te parkeren. Oh. Ja. En jij, Vic? Ja, het is een prachtige wagen. Hè. Maar Audi heeft al jaren. Ik heb ooit een Audi gehad, maar nu spreken we toch over 20 jaar geleden, denk ik. Ik was er heel tevreden van. En, maar dat was toen te weinig beenruimte van achteren. Toen heb ik, ik reed daar heel graag mee. Het was een heel sportief machine. Maar evalueert met de jaren natuurlijk. Hè. Ja, maar nu zijn ze echt heel mooi. Hè. A4, je bent er toch bij. Ben je van plan een nieuwe wagen te kopen? Ah, wel, ik ben toevallig van plan om een nieuwe wagen te kopen, maar ik zou bij God niet weten of dat het een A4 wordt. Ik zou het echt niet weten. Ja. Wat betekent voor jou Audi? Audi? Audi, de laatste jaren best hip en trendy geworden, denk ik. Heel leuk. Jawel, dat is toch wel een merk in het hogere segment, absoluut. Oké, dankjewel Chris van Tongelen. Goedenavond, welkom hier in Wilrijk op de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4. Ja? Wat bezielt jou om naar deze wagen te komen kijken? Ah, wel, ik ben niet zo echt een autofreak, maar ik ben met een vriendin meegekomen die hier moest zijn. En overal waar er goede drank is en leuke mensen, daar ben ik bij natuurlijk. Dus sorry, ik heb de auto ook nog niet gezien, maar ik ben nog maar 10 minuten binnen. Dus ik ga zelf eens kijken. Oké, dan stel ik terug de vraag. Hoe wat je ervan vond? Naar hier komen, gebold zal ik maar zeggen. Ja. Vertel daar iets meer over. Ja, dat is mijn oldtimer en die staat, je kunt het zien eigenlijk. Die staat daar buiten tegen de muur. Dat is een oude fiets van 25 jaar oud. Oh, oh. Maar je komt vanavond naar de voorstelling van de nieuwe wagen. Interesse voor een nieuwe wagen of gewoon interesse voor, ik wil die wagen zien? Ja, ik heb me altijd wel geïnteresseerd in auto's en zo. Maar ik heb ook veel Audi gereden. Op dit moment niet, maar dat is, ja. Fitske, hè? Nu met fietsken, ja. Echt een oude Cannondale. Een beetje reclame maken. Hè. Nee, maar ik vind,
Ik kende de jongen die mij had uitgenodigd nog van de tijd van de Kinepolis. En die vroeg de goesting om te komen vanavond. Ik dacht, ja, ik ben alleen, hè. Mijn vrouw is weg. Het is moment, hè. In Barefoots. Jane, vanavond is de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4. Denkelijk rij jij ook met een wagen Audi. Ja, ik rij met een Audi A6. Wat betekent voor jou Audi? Veiligheid in de eerste instantie. En een tank. Hè. Ik rijd daar ondertussen, wow. Ik durf het bijna niet zeggen, maar 12 jaar mee. Vanavond was de persvoorstelling. Graag daar een reactie over. Wel, goh, men heeft mij uitgenodigd om naar hier te komen. Ik kom ook eens kijken. Ik zal ook nog wel eens komen kijken als er niet zoveel volk is. Want het is hoog tijd dat ik iets nieuws ga kopen. En ik denk dat ik absoluut bij Audi ga blijven, ja. Van Telen, wauw, zou ik moeten zeggen. Ik kom ze niet alle dagen tegen. Vanavond is de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4. Ja. Jij bent ook aanwezig. Wat betekent voor jou de Audi om deze wagen te komen bekijken? Goh, ik ben niet zo'n autokenner. Ik moet daar eerlijk in zijn, hè. Ik zie wel het verschil tussen een mooie auto en een minder mooie auto. Maar ik ben geen kenner. En voor mij is een auto nog altijd een manier om mij van punt A naar punt B te brengen. Op een zo comfortabel mogelijke en zo veilig mogelijke manier. Maar of dat dan een bepaald merk moet zijn, ben daar niet zo aan gehecht. Luc Steno, je bent een grote autofan. Een freak, zullen we maar zeggen. En vanavond is de persvoorstelling van de Audi A4 hier in Wilrijk. Graag een reactie. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken natuurlijk Audi als merk. En ik moet eerlijk zeggen dat die auto's mij in het oog springen. Bijzonder mooi, bijzonder lijn, bijzonder sportief. Ja, super. Bij Gilles de Beelden. Gilles, jij was vroeger een fanaat van snelle wagens. Vanavond is de persvoorstelling van Audi A4. Graag een reactie. Ja, ik had het er juist nog gezegd tegen de mensen met wie ik aan het praten was. Hij heeft een nogal redelijk agressieve en sportieve look. En daar ook wel van. Sabine Appelmans, Sabine. Vanavond is de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4 hier in Wilrijk. Heel veel BV's, heel veel bekend volk. Maar de wagen steekt er toch wel kop en schouders uit. Hè? Ja, ik denk dat we hier ook zijn om eventueel met die wagen te rijden. Hè. Maar het is een leuk evenement. Heel veel bekende mensen. En het is leuk om iedereen eens terug te zien. En lekker eten. Gezellig, ja. Inderdaad, was het een fotomoment. Je hebt ook even in de wagen gezeten. Je hebt er een beetje van geproefd. Het is een mooie wagen. Hè. Ja. Het is een praktische wagen, het is een veilige wagen. Het is vooral ook een mooie wagen, want dat willen we ook. Dus het zou mooi zijn om ermee te rijden, ja, absoluut. Oh. Bij Elin de Munk, vanavond is de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4. Ja. In Wilrijk, heel veel volk, veel bekende BV's. Maar de wagen steekt er wel kop en schouders uit. Hè. Ja, absoluut. Het is een prachtige wagen. Ik rijd zelf niet met een Audi eigenlijk, maar ik vind het wel heel erg mooie wagens. En mijn papa heeft er nog mee gereden. En die zijn fantastisch goed om als passagier mee te rijden. Want je veert zo over de vluchtheuvels dat je ze eigenlijk niet gevoeld hebt. Vanavond is de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4. Ja. Heel veel bekend volk, maar de wagen steekt er wel kop en schouders uit. Ik moet zeggen, ik ben hem net iets dichterbij gaan bekijken. Wat een mooie wagen. Echt, ik heb juist ook al gevraagd aan de organisatie hier, van, is er een soort van een wedstrijd dat je een prijsvraag kan invullen en die vanavond mee naar huis mag nemen. Maar helaas, het is mooi om naar te kijken, maar ik denk dat het nog wel hard werken wordt voordat ik ermee naar buiten kan rijden. Maar mooi, heel erg mooi. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ik graag mijn auto zou willen vervangen voor dit mooie exemplaar. Ik moet zeggen, blond, Joyce en wagens, de Audi. Audi A4, de persvoorstelling van de nieuwe wagen. Je bent hier vanavond aanwezig. Heel veel BV's. Mooi volk. Maar de Audi steekt er toch wel kop en schouders uit. Graag een reactie. Wel, je bent eigenlijk aan het babbelen tegen een ontzettende autofan. Oh. En eigenlijk een Audi-freak. I love it. Ik ben nu mijn derde Audi aan het verslijten. Dus al wat nieuw is meer dan welkom. Oh. Maar ik hou van Audi. Ik vind het... Ja, ik vind het een van de mooiste, en dat is echt niet om slijmerij of echt niet omdat ik nu bij Audi sta. Maar dat en Porsche zijn echt mijn twee favorieten. Dus ik sta hier eigenlijk wel een beetje heel veel op mijn plaats. Je straalt, maar vanavond is er nog iemand die veel beter straalt. Ja. Zullen we maar zeggen. Een klassewagen, de Audi A4. Je hebt er net in gezeten. Je hebt hem net even mogen proeven, zullen we maar zeggen. Graag een reactie. Maar hij smaakt nog lekker, ja. Het is inderdaad een hele mooie wagen. Ik ben een keer van achteren in de koffer gaan duiken ook. Ja, zoals dat... Je bent in de koffer gedoken.
zoals dat ik dat graag doe. Maar het moet ik wel zeggen, ik ben ook wel echt wel grote fan van Audi, omdat dat was mijn allereerste auto die ik toen ik 18 jaar was, mijn rijbewijs heb gehaald. En die heeft mij toch altijd in goede banen geleid tot nu toe. Dus ik vertrouw in de wagen en zeker en vast, zoals die hier staat vanavond, heel elegant. Het is een gezinswagen, maar ik voel me daar, zoals ik met mijn mooi groot gezin, zou dat wel iets zijn die bij mij zou kunnen passen, ja. Dankjewel voor deze mooie woorden, Wendy van Wanten. Hoi, ben Nicola. Ja. Snelle wagens, dat is wel iets voor jou, hè. Ja, ik denk dat boys and toys altijd hetzelfde is, hè. Ja. Snelheid is, leuk. Ja. Want vanavond is de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4. Ja. Je hebt hem net bekeken. Ja. Graag een korte reactie. Oh, het is een nieuwe wagen, je is compact, je is snel, je is mooi. Hey, het is gewoon een heel leuke wagen. Hoe moet je dat gaan zeggen? Ik bedoel, iets dat leuk is, je hebt niet veel woorden voor nodig. Hè. Top is top. Robin, vanavond is de persvoorstelling van de nieuwe Audi A4 in Wilrijk bij Audi, zullen we maar zeggen. Audi garage, uiteraard. Graag een korte reactie. Wel, ik moet zeggen, ik heb hier mijn auto gekocht. Jaren geleden heb ik een auto gekocht. En ik mocht nu, ze hadden me aan mij gevraagd, van wil jij presenteren om die nieuwe Audi A4 voor te stellen. Ik vond dat sowieso een hele mooie auto. Want uiteindelijk, hij wordt nu voorgesteld. Hij heeft ook een Google Earth systeem erin. En ik ben techneut van, ik hou van dat soort dingen. Dus ik vind dat geweldig om dat eens te ontdekken eigenlijk. Ja. En veel BV's de hele avond die de wagen hebben komen aanschouwen. Heel veel positieve reacties. Wat willen we nog meer? Ja, wat wilde nog meer is één vooral veiligheid. Ja. He, dus je kunt zeggen van dat is een mooie auto en die rijdt lekker en zo. Maar veiligheid is absoluut topprioriteit. In één van mijn auto's toch, omdat ik moet zeggen, ik probeer altijd zo veilig mogelijk te rijden. En als ik dan weet wat de snufjes zijn aan die auto, dan vind ik dat geweldig. Ja.